Nee, dit is echt niks voor mij deze. Maar ik laat hem wel zo even zien aan de buitenkant, want hij is wit. En ik zal hem even aan de binnenkant even laten zien. Nou, sowieso. Waarom is het irritant? Ik had normaal een zwaardere stem. Dat zit door elkaar heen. Is het irritant? Nee, dit is leuk. Nee. Ja. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 26 september 2022 en het is nu 5:30 in de ochtend. Ik heb er nog een hele hoop te doen, maar ik neem jullie daar gewoon weer gezellig in mee. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, zoals jullie weer van mij zijn gewend, heb ik weer een leenauto. Maar dit is niet echt een auto voor mij, zeg maar. Ik heb nou een Skoda. Ja, hij is hoger. Dat kunnen jullie ook wel zien. Ja, hij is hoog. Dit zou een hele lekkere auto zijn voor Ro. Maar niet voor mij. Nee. Nee, dit is echt niks voor mij, deze. Maar ik laat hem wel zo even zien aan de... Aan de buitenkant, want hij is wit. En ik zal hem even aan de binnenkant even laten zien. Nou, sowieso zeg ik dit. Ik ben ook nog moe. Ja. Dus dat wel. Hij is wel hoog, maar weinig beenruimte, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Nou, en zo ziet hij dus aan de voorkant eruit. Jo, een hele andere. Yes. Dus ja, heel anders dan die jullie van mij zijn gewend. Kijk, dat zeg ik. Skoda. En inderdaad een automaatje. Maar nee, dit is niet echt mijn auto. Nee. Want hij is zo zwaar op afgesteld met de remmen, gas geven. Mijn auto is wat soepeler, zeg maar. Maar ik denk, als je eenmaal een Skoda bent gewend, wil je ook nog geen Skoda meer anders. Maar dat is bij iedereen zo. Maar het is niet mijn auto. Nee, dat niet. Maar ik heb een auto onder mijn reet, dus ik mag daarvoor niet klagen, zeg maar. Dus ja, dan gaan we dat ook maar niet doen. Nee. Nou, en zo ziet het dus er aan de buitenkant uit. Ja, een Skoda. Maar wat zeg ik? Het is een Skoda Fabia nog wel. Het is niet echt mijn merkauto. Nee, dat totaal niet. Maar ja, ik mag niet klagen, dat zeg ik. Ik heb tenminste nou gewoon een auto onder mijn rit. Ja. Kijk dit dan. Lady. Sleden. Trekkie. En vriend. En daar heb je het. Die vond het weer leuk om een kussen. Wat kijk je schroeg. Oh, ligt het jurentje lekker. Dan ligt het jurentje, dan moet ik het slaapje doen.
Mag ik mee slapen, Tom? Dat gaat niet, want ik moet de buis ophalen. Ja, en ik moet mijn auto weer even omruilen. En dan ligt er hier ook weer eentje. Wat daar mooi. Hé? Maar jullie gaan de gang op. Ja, en ik ga mijn auto ophalen. Ja, maar ik ga eerst even naar de wc. En dan ga ik jullie op de gang knallen. Ja, echt wel. Jo, we zijn er weer. We zijn er weer bij de enige echte, ja. Ja toch. Ja toch, niet dan. Is dat een video? Hè? Is dat een video? Oh jee. Oh jee. Maar wel nee. Wel nee. Is toch leuk? Op je vingers kijken. Moet ik dit in het Duits doen? Op je vingers kijken. Wat is hier? Een pizza? Zwei pizza. Zwei pizza. Ja? Zwei maar. Hier is het met Nima. Hier is het. Ja? Ja, het regent hier drin niet zo veel. Ja? Hier is het besser. Kein Regen. Het is besser, frischer. Auch das. Auch das. Mit Lichester is besser. Nou, dat was weer even Jimmy. Ja, dat is leuk. Jimmy even pesten. Dat is altijd gezellig. Ja, dat is altijd gezellig. Nee. Ik ga weer Roe achtervolgen. Naast hem lopen. Dat is altijd wel weer leuk. Nou, en Roe die voelde zich vanochtend niet zo heel erg lekker. Maar ik hoop dat het nou wel een stuk beter is. Ja. Dus ja. Laten we eens even meemaken. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, wat in. Er zit wel weer wat in. Lekker. Wil jij deze voor in de kar doen voor mij, schat? Dank je. Lekker bezig, meis. Ja, goed hè. Ja, lekker hè. Ja. Nou, jij hebt ook weer ingeslagen. Ja, ik denk een beetje te veel. Erin. Een beetje te veel, oké, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed, top. Liever te veel als veel te weinig, ja toch? Dat is waar. Zien jullie dat? Ik heb nog maar één streepje en ik heb die. Ja. Dus dat betekent dat ik dus namelijk moet gaan tanken. En ik heb dan nog hier nog 70 kilometer over. Dus ja, ik sta hier weer bij mijn favoriete tankstation. Ja, precies dat. Kijk, daar sta ik dus nu. Yay. Dus ik ga nu even tanken, jongens.
Zo. De auto is weer volgetankt. Ja. Kun je nagaan. Wat ik allemaal alweer heb gedaan voor vandaag. Ja, en ik rijd door. Yeah, joepie. Oh, wat ben ik blij dat ik eventjes heb weer kunnen tanken. Want vanavond om 7 uur, het is nu 5 uur, heb ik dus namelijk, moet ik dus naar school toe. Ja, spannend. Voor mij heel spannend. Het is namelijk wel gewoon een opleiding. En als ik daarvoor slaag, nou echt, dan ben ik zo blij. Maar ja, eerst maar eventjes kijken wat er vanavond wordt gezegd. En hoeveel dagen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, we gaan dat maar eerst even doen en even afwachten. Dus ja, ik ga dus nu eerst even naar huis. Even de boodschappen eventjes naar huis brengen. Even naar mijn schuin onderbuurvrouwtje, want die had me ook even nog nodig. Het regent niet eens. En dan nog even snel wat eten. Misschien iets meenemen, moet ik even kijken. Dus ja, en ik dacht het is van 7 tot 10, dacht ik. Maar dat gaan we wel even bekijken. Nemen jullie sowieso mee? Hoop ik. Dat ik jullie mee kan nemen. Maar daar is ik al, dat gaan we wel zien. Maar ik ga jullie dus nu wel gewoon even opbergen, want ik sta nu weer bijna stil bij de verkeerslicht. Zoals nu. En ik ga jullie opbergen. Zo, ik ben thuis. Maar ik ga nu wel gelijk even mijn telefoon gaan laden knallen. Ja. Want dat moet gewoon ook gebeuren. Ik moet mijn telefoon. Nou, wat ik al zeg, mijn telefoon één keer even aan de laden knallen. En dan moet ik nog wat eten. Ik ga heel makkelijk eten. Ik zou het recept, als ik het niet vergeet, even delen. En nu ga ik even alles ready maken om even alles even op de oplader te knallen. Yes. Zo. Die zit niet goed. Die zo. Nu zit die wel goed. Ja, ik ben even alles gelijk even aan het doen. Dus ja, en ik ga jullie even aan de lader doen. Want dan kan ik jullie weer goed meenemen. En dan ga ik even eten maken wat ik al zei. Ik blijf een beetje dingen herhalen, maar dat maakt niet uit. Want om 7 uur moet ik al op locatie wezen. Dus ik moet echt nu even snel wezen. Zo, ik ben weer thuis. Gezellig. Roze ook. Hi schat. En Rodi zegt maar niks, want zijn stem is een beetje hoog, zeg maar. Maar ik vind hem wel grappig, want nu versta ik hem tenminste wel. Ja, ik versta jou dus nu wel. Hoe gaat het met jou? Praat gewoon. Nee, maar dat vindt nou Mitchell waarschijnlijk leuk. Nou, ik vind er niks aan. Dat is gewoon irritant. Waarom is dat irritant? Ik had normaal een zwaardere stem. We zitten door elkaar heen. Irritant. Nee, dit is leuk. Nee. Ja. Kapot gehoest. Ja. En dan dit. Nou. Ondief. En ik lach jou niet uit. Nee hoor, ik lach je niet uit. Ik lach je toe. Ja. Ja. Ik berg dingen op, want die zijn te lekker. Hè? Ik berg dingen wel weer op, want die zijn te lekker. Hoe is dat zo? Nou. Ja, wat nou? Gewoon niet belachelijk te maken. Ja, ik ben echt niet belachelijk aan het maken. Heb je van mama? Waarom kijk je zo boos? Vertel dat eens, waarom kijk je zo boos? Nee. Waarom niet? Maar niet vertellen zo, dan maar zo. Nee. Tongen, heel veel beter. Nou, maar vertel, waarom ben je zo boos? Vanwege mijn stem. Je klinkt anders, zeg maar. Nou, en dat ik jou wakker belde en was je ook gewoon normaal. Ja, dat is het goed.
Nou is hij hoog. Ja, nou lekker dan. Je moet in de camera kijken, hè? Ja, ik kijk ook in de camera. Dat is mooi. Heel mooi. Ja. Dat is goed. Nee. Ja, dat is goed. Doei. Ik wil eigenlijk nog wat lekkers hebben. Ja, maar ik weet niet wat. Eigenlijk weet ik het ook weer wel, maar eigenlijk ook weer niet. Beetje krom, hè, is dat. Ja, ik weet het. I know, mensen. Ik weet het. Even wat opruimen. Ik heb bolletjes. Dat ga ik ook sowieso even maken. Even lekker voor het bed. Gewoon even iets. Gewoon even een bolletje met kipfilet. En gewoon lekker met, wat zou ik zeggen? Nee, ik weet niet of jullie hier zo kunnen staan. Ja, vast wel. Dan kan ik maar weer iets zoeken. Maar dat komt wel weer goed. Ja, kijk, het gaat een beetje kraken. Sorry daarvoor. Het kraakt een beetje zo. Maar dan blijven jullie wel weer staan. Kijk, dat zeg ik. Lekker een bolletje. Die ga ik even sowieso maken. Even lekker. Twee, wel te verstaan. Lekker voor op bed. Lekker. Voordat ik ga slapen, dan ga ik nog even goede tijden kijken. Op bed. En yep, dat vind ik een must-have. Vind ik heerlijk. Vind ik zalig. Ja. Gewoon lekker op bed. Gewoon even lekker dat kunnen kijken. Heerlijk. Waarom niet? En daarbij, ik slaap toch alleen. Dus Ro en Rodi slaapt lekker thuis. Ik slaap hier. Dus ja, weet je, moet kunnen. Ik heb nog wat trek, dus dan ga ik dat lekker eten. Dus ja. En het is nu net 5 over 1 in de nacht. Ja. 5 over 1 in de nacht, jongens. Ja. De tijd gaat snel. Maar ik heb een leuke klas, moet ik zeggen. Ja, ik kan daar niet vanzelf filmen, hè. Maar ik heb al wel weer een hoop weer opgestoken. Ik krijg een behoorlijke map mee. 10 oktober. Ja. Volgende week zit ik dus al in Duitsland. Ja. Ja. Als jullie deze vlog kijken, dan ben ik alweer bijna terug. Ja. Ja, ja, dan ben ik alweer bijna terug. Mm-hmm. Heerlijk. Ik ga er echt van genieten. Gewoon echt. Echt serieus. Echt heerlijk. Ik kijk er nu al gewoon al naar uit, weet je. Ja, echt heerlijk. Duitsland, jongens. Duitsland. Daar gaat de vakantie naartoe. Maar waar in Duitsland? Nog een grote verrassing. Ja. Maar ik ga mijn broodjes nog even verder afmaken. Ik wel. Dan heb ik nu bolletjes met kipfilet erop. Maar wat ik ook nog doe, dat is dus aioli. Ja. Met kruiden erop. Dat is wat ik tegenwoordig lekker vind. Ja, lekker. Dit, en dat gaat ook dus, dit gaat gewoon op 2 of 1. Ja, moet kijken. Zo. Nog een beetje. Zo. En dan gaat de aioli, lekkere koelkast in. En zo. En mijn koelkast is weer een beetje vol, jongens. Thank you.
Zo, mijn tongpiercing die viel, dat balletje dat viel eruit. Ja, dan moet ik hem even weer vastmaken. Sorry voor de onsmakelijke beeldnet, maar deze neem ik mee. En ja, ik ga dus nu naar bed. Dus jongens, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond jij deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. Doe het duimpje even omhoog. En laat even een leuke reactie achter, jongens. Want ook de meer en meer als de helft is niet geabonneerd. Dus abonneer even hier, jongens. Dat zou ik onwijs tof vinden. Want ik ben alweer een stuk aan het groeien. Dus ik zit nu al op dit moment, vandaag, op 614 abonnees. Dus en ik wil alleen maar groter worden. Want dat vinden jullie toch ook leuk. Dus hoe meer mensen abonneren, hoe meer content ik weer kan maken. Dus ik zou zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.